Wout van Aert wordt net tweede in deze rit. Hij was weer bijna raak. Ja, nou goed. We wisten, mocht het sprint worden en Wout overleeft die klim, dan weet je dat de echte rappe mannen er niet bij zijn. En dan moet je wel tegen Sagan en Matthew sprinten natuurlijk. Maar ja, goed. Tweede is dan dichtbij. We wisten dat kon lukken, maar ja, kom net iets te kort. Bevestig maar weer hè, dat die ploeg gewoon voor jullie heel goed in vorm is. Ja, denk ik wel. We zitten daar ook met z'n vieren echt vooraan op die klim waar het moet. En we proberen elkaar gewoon daarin te helpen. Kijk, dat is een belangrijke dag voor mij om goed te overleven. En niet te veel energie te verspillen. Maar ook als we Wout erbij kunnen houden, dan weet je dat je gewoon kans maakt nog voor de rit. En vandaag hoefden we niet een keer niet te controleren. Dus dat was mooi meegenomen. Ik vroeg je vanochtend al, hè? Maar met de dag van morgen. La Planche de Bellevue natuurlijk. Hoe belangrijk is dat? En ja, in die eerste week natuurlijk al. Ja, goed, dat wordt echt een belangrijke dag. Tot nu toe is het allemaal, ook de rit waar Alaphilippe won, was zeker lastig. En vandaag ook echt niet makkelijk. Maar ja, morgen zal het echt de finale zijn waar man tegen man wordt. En gaat afwachten zijn hoe goed je dan echt bent. Wie is voor jou de favoriet daar? Met dat laatste stukje gravel erbij, hè, van een kilometer. Ja, het is echt heel moeilijk om te zeggen. Tot nu toe kun je moeilijk zeggen wie er echt goed is en wie wat minder. Alleen, ik denk wel dat je naam als Vogelsang, Pinot, misschien Alaphilippe zelf wel kunt verwachten. En hopelijk zit ik daar dicht in de buurt of tevoren natuurlijk.